deze chefstens. Ja, echt. Yes! Hoppakee! Let's go! Zo. Help je af? Help je af? Zo. Hij is er weer. Ja. We zijn vandaag in Strijen, steenworp afstand van Rotterdam, Hoekse Waard. Vertel. Ja, Boerderij Landzicht, een van de mooiste biologische coöperaties van mijn part in het land. Echt een voorbeeldbedrijf. Familie Visser runt het al vele jaren. En ze hebben op dit moment hele mooie... Bloemkolen? Spitskolen. Spitskolen. Leuk dat jullie er zijn. Ja. Welkom. Hey man. Hey. Was lekker? Goeiedag. Ja, prima. Hey. Floor, je staat op de Wurft met zulke koeienletters buiten. Biologisch. Wat houdt dat in? Biologisch is dat je geen gebruik maakt van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Mijn vader schakelde in 1988 om, omdat hij ziek werd van de bestrijdingsmiddelen. En hij zag dat de bodem achteruit ging door het gebruik van de kunstmest. Met biologisch draai je hem om. Je zorgt ervoor een gezonde bodem, dat je gewassen gezond zijn, weerbaar tegen ziekte en plagen. We meer de tijd krijgen om smaak te ontwikkelen. Ja, en vitamine. En, ja, dus het, en vitamine, mineralen. Het duurt gewoon allemaal iets... Gaat minder snel? Gaat minder snel, maar je hebt wel meer kwaliteit. Gezonde bodem, gezonde gewassen. Klopt. Maar dat doe je niet alleen, je zit in een coöperatie. Dus hoe zit dat? Ja, we hebben een coöperatie met wel 40 tot 100 biologische boeren. Uit Zuid-Holland en uit de rest van Nederland. En al die producten die zij telen, die betrekken we hier naar de boerderij. Verzamelen we en brengen we naar de horeca in onder andere Rotterdam. Dus dit is het distributiepunt? Ja, zo zou je het kunnen noemen. Hoeveel restaurants leveren jullie? Ongeveer 30 in Rotterdam. Dat is een hoop. Ja. Pepijn ken je al? Pepijn was een van onze eerste klanten met Eendracht. Kijk hem trots kijken. Ja, toch? Ja, mooi. Mooi. Ja. Maar het gaat super makkelijk dus. Je hebt hier wagens staan, het gaat allemaal die kant op. Zeker, inderdaad. We hebben een gigantisch assortiment en we rijden dagelijks naar Rotterdam. Ja, assortiment. Ik zie een hoop, maar nog geen spitskolen. Nee, die staan nog buiten op het land. Ja. Laten we gaan kijken. Mooie gewassen allemaal, joh. Ja, goed, hè? Kijk. Kolen is een mooi gewas die we het hele jaar door kunnen leveren. We beginnen met de baby spitskolen in het voorjaar. Dan gaan we naar de gewone spitskolen, Chinese kolen, dan naar de sluitkolen, de brassica's, de bloemkolen, broccoli. En als laatste eindigen we dan met de witte kool, de rode kool, die we in de bewaring doen. En die we uiteindelijk het volgende jaar in juni nog uit kunnen leveren. Dus je hebt jaar rond kan je wat met kolen doen? Jaar rond kunnen we kolen. Dat is voor een chef natuurlijk ideaal gewoon. Het hele jaar door met kolen doen. Hele jaar door kolen, ja. Inderdaad. Mag wel meer, hè, dat de chefs ermee aan de... Zeker, ja. Het is nog een ondergewaardeerde groente helaas. Ja. Ik vind een van de lekkerste dingen om keihard te bakken. Ja. Gewoon echt die beetje gebrande kool. Dat vind ik zo lekker. Ja, of lekker gefermenteerd, want dan komt die voedingswaarde ook goed omhoog. Ja, dus we hebben het natuurlijk over zuurkool, maar je kan ook kimchi. Ja, noem maar op. Een soort Koreaanse zuurkool. Ik vind het echt helemaal te gek. Heel onheimisch sta ik hier. Waar ben ik in godsnaam? Een stadsjongetje, is in het veld verdwaald. Ja. Hoe lang duurt dat voordat zo'n kool, voordat je hem kan oogsten? Ja, ongeveer 4-5 maanden tot het moment van zaaien. Dan wordt het eerst een plantje in een kas, dan planten we hem uit. En dan duurt het ongeveer nog 3 maanden voordat we hem kunnen oogsten. Wanneer worden deze geoogst? Want deze zijn nu volgens mij deze zijn nu klaar om te oogsten. En dan gaan ze lekker door naar de restaurants. De leuke restaurants van Rotterdam. Klopt. Tjonge jongen. Prachtig.
Spitskool. De spitskool. Ja, dat vind kraak ik vet. En kraakvers. Ja, echt kicken man dit. We hebben hem! Dat is hem. Het groene goud. De spitskool. Mooi hè? Heel de dag voor gewerkt. Maar we hebben hem. Super tof. Ja, echt heel mooi. Zo'n mooi bedrijf. Mooi bedrijf. Biologisch. Deze jongens, alle kolen het hele jaar rond. Ja. Zeg maar de achtertuin van Rotterdam. Floor heeft zijn best gedaan. Nu is het aan ons. Nu is het aan ons. Ja, we gaan ermee aan de slag. Okay. Komt-ie! Hij is wel wat verloren onderweg. Spitskool. Ja. Rete saaie groente. Ja, wacht even. Vandaag niet. We gaan een kimchi maken en we gaan hem bakken. Deze parten, die gaan we marineren met een plant-based yoghurt en zout. Wat dat doet, is die maakt die spitskool wat... Geeft A meer smaak, trekt in spitskool en die spitskool die gaan we dadelijk bakken. Dus dit gaan we marineren. Die hebben we al voorbereid. Die hebben we sous vide gegaard. Die gaat in de pan. Eigenlijk bakken als een steak en dan zijn we klaar. Mooi bordje voor je chef. Waanzinnig. Echt heel goed. Top. Ja. Door naar de kimchi. Fermenteren. Ja, en speciaal voor jou een kimchi met sambal. Fermentatie, ja, fantastisch om de smaakstoffen en de nutriënten te ontsluiten die echt in de plant zitten. Je maakt het lang houdbaar, goed verteerbaar. Ja, het is gewoon top. Fermentatie zorgt ervoor dat het beter te verteren is. Ja. Dus het is eigenlijk al een beetje aan het garen. Ja, klopt. Tof. Klopt. Ja, begin maar. Beetje zout. Zout. Wat houdt de andere beestjes tegen? Mag wel spicy. Ja, lekkere lepel. Lekkere lepel. Vol. Mengen, mengen, mengen. Mengen, mengen, mengen. Zuur. Pittig. Goeie kick. Bite. Die verdraaide spitskool. Twee manieren. Twee totaal verschillende manieren. Ja. Geniale bereiding. Super lekker. Ik kan niet anders zeggen. Ga dit maken. www.bluecity.nl. Het nieuwe nassen, een nieuwe gewassen.